Straks komt hier een kunstinstallatie en die heet Macht der Gewoonte. Het zijn een aantal videogedichten die worden uitgesproken door mensen die hier vroeger op het terrein hebben gewerkt. Door voormalige werkspoormedewerkers. En die gaan over hun periode op het, bij de fabriek destijds. Volgende week begint IJzersterk hier. Het is een kunstmanifestatie van 3 dagen. De manifestatie refereert aan Zuilens erfgoed. En eigenlijk aan de geschiedenis die hier ligt op het terrein bij Werkspoor. Zuilen was rond 1913, begin 1900, was het een vrij klein dorp. Op een gegeven moment is Werkspoor, moest uitbreiden, was in Amsterdam gevestigd. Moest uitbreiden en heeft een vestiging in Utrecht. Heeft zich hier gevestigd in Utrecht met fabrieken om trams en treins en brugdelen te maken. Demka kwam uit Groningen, dat was een staalbedrijf, leverde aan de Werkspoorstaal. Vestigde zich ook hier. Daarmee kwamen heel veel arbeiders hier naartoe. Zuilen groeide enorm en heel veel mensen werkten hier. En nu nog in de wijk zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, mijn opa werkte er, mijn vader werkte er. Die hebben nog binding met de geschiedenis die op dit terrein ligt. Ja, wij zijn in principe nog het enige overgebleven stukje van Werkspoor van vroeger. Wij maken geen treinstellen meer. Maar wij zijn zeg maar, in de loop der jaren zijn wij overgegaan van ondertreinstellen naar warmtewisselaars en keteldelen. En die maken wij op dit moment nog steeds. En wie doet daar allemaal mee? Er doet een groot aantal ondernemingen mee. Zoals Machinefabriek Hammega doet mee, Fast Fabrications doet mee, het Cartesius Museum. USV Elinkwijk ook betrokken. In dit spannende hokje komt ook een kunstinstallatie. Die heet Cleaning the Slate. En daar ga ik nog niet heel veel over vertellen. Maar het is een hele spannende interactieve installatie die je als persoon zomaar plaatst in het verleden, letterlijk. Er zullen veel spullen ook te zien zijn van Museum van Zuilen op de verschillende locaties. Dus die worden naar de verschillende locaties gebracht in combinatie met andere kunstwerken. En ook in combinatie met kleine portretfilmpjes van U in de Wijk. Die speciaal gemaakt zijn met voormalige werkspoormensen. Dus we zijn van het hele grote terrein. Zijn we nog met een mannetje van 10 over. En de toekomst ziet er zeer rooskleurig uit. Dus wij hopen nog heel lang hier te mogen verblijven. De kunstmanifestatie IJzersterk is het hele weekend van de viering van de vrede. Vrijdagavond van 7 tot 11, zaterdag van 11 tot 11 en zondag van 1 tot 5.